Another day of living, smoking a cigarette. I rub my eyes, I look outside, where the rich to bend. The rhythm of the rain makes me sleepy again. So, I just like to stay, it's my lazy way that beats me. I said I just like to stay, it's my lazy way. I'm not in the mood today, so I said it was early in the morning. Sweet morning, a beautiful day. We're gonna swing away, we're gonna do it the right way, don't do it the wrong way. Just let me sing my song, let me swing every day, let me feel what I want, that doing it my own way. Because I know it sounds crazy, but I like it this way. It's every day, I know it sounds so crazy, but I just like it this way. This beautiful day, beautiful day, beautiful day. Nou, zullen we gewoon beginnen? Maar, geen paarden, kom. Geen hockey of zo, dat zijn hobby's. Tuurlijk zit er ook onrecht in hobby's, maar... Kijk, onrecht is overal, ja? Maak je een filmpje of je maakt een boek van mij apart of een toneelstuk, dat is allemaal prima. Maar ik wil dat je je best gaat doen. Ik wil dat je hart in het onderwerp legt. Dat je er echt bij betrokken bent, daar gaat het om. Snap je dat? Dus laat maar zien, je hebt zoveel talent, dus laat maar zien wat je kan. Hier, allereerst. Hè, je begint met het begin. En waar gaat je verhaal over? Daarna, B, het keerpunt. Een verrassende wending. Dat is belangrijk. Er gebeurt iets. Er gebeurt iets anders. Je begint je verhaal en opeens, bam, we zitten in dat middenstuk. Dat is heel belangrijk. Werk. Altijd vanuit je hart. Hallo allemaal, ik ben Clutter Burger. Gaan we het vandaag hebben over onrecht. Veel plezier. Thank you.
Hier zo zie je een plaatje met een bal. Ze zeggen dat die buiten de lijn is, maar dat is helemaal niet zo. Hier zo zijn twee spelers aan het vechten. En hier zo is het buitenspel. En ik heb ook nog plaatjes over hondenasiel, waar honden zijn die geen baasjes hebben. Hallo, u spreekt met honden uit Laatcentrum Bello. Hallo. Hallo. Ik heb een paar vraagjes. Oh. Is er bij uw hondenasiel wel eens onrecht? Niet alleen mensen, niet alleen dieren, maar ook mensen zitten in een asiel, als bijvoorbeeld vluchtelingen. Hallo? Hallo mevrouw, en waar komt u dan vandaan? Ik kom uit Chili. En is er ook onrecht in Chili? Onrecht? Ja, natuurlijk. Hallo? Hallo. Kan jij nog een keer vragen? Hoe bent u naar Nederland gekomen? Ik heb twee kinderen hier, die willen met mij zijn, sorry. Doei. Dag. 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 En dan nu een vraag voor Johan. Ja. Johan, heb jij wel eens onrecht meegemaakt? Ik had een kat. En die werd aangereden. En toen is die dood gegaan. En we gaan nu de straat op. En dan gaan we op zoek naar daklozen. En daar gaan we dan een gesprekje mee voeren. Wat wil je weten? Vertel maar. Wat is onrecht? Onrecht. Onrecht is, als je op dakloos leeft, kijk, dan moet je altijd, elke middag, moet je om 4 uur, moet je eigen melden bij het leger des Heils of waar dan ook. En dan zijn er maar een x-aantal plaatsen vrij. Nou, is dat er niet, dan kun je schudden wat je wil, dan leg je gewoon buiten. Dus dan, op z'n Hollands gezegd, er zijn gewoon de lul bij. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar hey. Actie! Mag ik u wat vragen? Ja, wat is? Het is voor een werkstuk. Wat is onrecht? Wat is wat? Wat is onrecht? Onrecht? Nou, kijk eens goed. Hè? Hier. Het is een en al onrecht. Maar het is mooi recht dat je wakker bent. Waarom? 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 Wanneer was u het gelukkigst? Echt gelukkigst? Wanneer ik gelukkig geweest ben, dat was toen ik 7 jaar getrouwd was met mijn vrouw. Mijn vrouw is helaas heel vroeg overleden, op 37-jarige leeftijd. Die kreeg kanker en toen ben ik onderuit gegaan. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Ik kan daar niks aan veranderen, maar... Ja, sorry. Dit is even iets... Ik mis ze nog elke dag, verdorie. Laat maar. Nee, top. Top. Ik ben de laatste 7 jaar niet gelukkig meer geweest. Nou, misschien een klein beetje de glimlach weer. Dankjewel voor het gesprek.
En elke ochtend mis ik ze nog. Elke ochtend als ik wakker word. Nee, sorry jongens. Nee. Meneer, mogen we u wat vragen over ons werkstuk? Sodemiet erop, joh! Sodemiet erop! Domme! Weg! Sodemiet erop! Au, godverdomme! Dan kan ik je gewoon even rustig even slapen. Daklozencentrum, dat is hier achter me. En dan gaan we kijken of er onrecht is. 3. 3. 1, 2, 3. 1. Nee, jij bent. 6. 6. Anton? Anton? Mag ik even wat vragen? Ja, vraag maar. Waarom kom je hier naartoe? Dit is de enige plek waar ik terecht kan. Wat is het mooiste wat u heeft meegemaakt? Ik was een keer in de Doelen bij het concertgebouw. Het was een concert van, met zo'n vrouw van Nana Mouskouri. En die zong I Have a Dream. En toen ze dat zong, I Have a Dream, toen keek ze naar mij. Precies op dat moment. En dan keek ze. En ik keek naar haar. En dan keken we zo naar elkaar. En nou, dat was heel mooi. Wil jij niet naar school? Nee, ik heb vandaag vrij. Ik ben niet dakloos geworden. En de jongens ook en iedereen ook al zijn jongen. Jij was geen 30. Ik heb de 30 gehaald, ja. Ben je wel eens gelukkig geweest? Mislukte figuren. Je werkstuk over mislukte figuren maken. Toch is het wel mooi om je verhaal te horen.
ben Ben. Ik kom origineel, ik ben geboren in Delft. Ik ben in 1979 ben ik naar Libanon vertrokken. Heb ik in de Bekervallei gezeten. Heb ik een hoop onzin meegemaakt. Ik ben een vluchteling. Ik kwam naar Nederlands met poot. Ik kom uit Syrië. Ik heb heroïne gebruikt, ik heb cocaïne gebruikt, ik heb gebloot, ik heb gedronken, ik heb pillen geslikt. Totdat ik soms hoopte ik niet meer wakker te worden. Ik heb voor de metro gestaan. Dat ik voor de metro wou gaan springen. In oorlog. Daar. Het is heel moeilijk te blijven daar. Heel moeilijk. Ik was op de zee met de boot voor 18 dagen. En dat was heel erg. Ik heb van vroeger heb ik... Heb ik alles op, heb ik het opgeschreven. Ik vind het moeilijk om iets te vertellen. Ik ben ook een dakloze jongen. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben 47 jaar. En ik leef op straat. Alsjeblieft. Ik gebruik ook drugs. Ik gebruik cocaïne af en toe. Ik blow ook af en toe. Ja. Op een schaal van 1 tot 10, hoe moeilijk was het voor je? Ja, ik denk wel dat het heel moeilijk was. Een 7 denk ik wel dat het wel heel moeilijk was. Ja. Ik schaam me er ook wel een beetje voor, ja. Ja. Hé, hey, maar vergeet dat nooit, hè. Toen ik zo oud was als jullie, ja. Ik liep ook mensen die op straat zeiden van... Hé, dat kan mij niet gebeuren. Maar kijk eens, jou kan gebeuren. Iedereen kan het gebeuren. Het is mij gebeurd, klaar uit. Het is mij gebeurd gewoon. En ja, ik voel mij nog kloten eronder gewoon. Straatmuzikant. Vrije vogel. Free of the bird. En ik zit hier met stiekem. Beetje te dromen. En denk daar dan aan, als je thuis een boterham smeert, zo dadelijk en lekker, denk daar dan eens een keer over na. Lekker thuis. Een huisje, bompje, beestje, ja? En met Jacqueline natuurlijk. Ik was toen met Jacqueline. Of het mooiste wat ik... Was ik in de Doelen, met een concert. Was ik met die mevrouw met een bril. Namens Koeri. Ja. Dat was alleen Moeskoeri, die zong. Pipapalula, ja. Piep. Nee. Chill Hard Rock. Nee. Die zong. I have a dream. I have a dream is niet van. Dat is van ABBA, dat is niet van Moeskoeri. Schiet nou eens een keer op met je verhaal, man. En toen keek ze en toen wat? Toen kreeg je een stijve lul, of wat? Oké. Niks bedanken! Ik ben nog niet klaar! Ik was 17, ja, en toen moest ik al... Voor soldaten moest ik heroïne halen op de Zeedijk in Amsterdam. En dat haalde ik. En toen was er een avond, we zijn met z'n 18, zijn we gegapt. Ja, ik moest op de wc gaan staan. Nee, ik ben nog niet klaar! Ik moest op de wc gaan staan. De muur schuift open, kijk, zo in die Chinese ruiten, jongen. Echt. Thank you.
Zo. Nou. Ja. Kan gebeuren. Maar het staat dan op met je onrecht. Volgens mij heeft het lang genoeg geduurd. Jullie, dankjewel voor jullie verhaal. Nou, zullen we nog één applausje geven? Leve de koningin! En dat gebeurt er ook, hè? Dat gebeurt er ook! What a surprise! Wasting every minute of the day. What a surprise. Only working my life away. Is that the reason why I live? Changing. Is that the reason why I'm here? Changing. What a surprise. Kom! Anton! Ah. Hij is bij Theo. Hij is bij Theo. Hij is ziek, hij is een beetje niet goed. Nog verder gaan met ons werkstuk. Sodemiet erop maar met een Montessori gelul. Ik ben zo ziek als een hond, ja? Zielig, hè? Erg, hè? Wat is er gebeurd? Politieagenten. NS-politie of ME. En waarom? Dat het er een beetje schoon en netjes uit moet zien. Jacqueline. Zien, Jacqueline. Oh, Jacqueline. Maak je eigenlijk je liedjes? Nee, dan ga je gewoon wat van maken. Saai. Boring. Boring. Burning. En die woorden, die kun je of iemand brandt van iets, of iemand is saai. Hé, het past mooi hierbij, of niet? Burning, boring.
Hé, hey, het is leuker dat we dat vinden, of niet? Burning, boring. Boring. Nou, zo zit ik een beetje te dromen. Net zoals de schilderijen van mijn vader. Heb jij strenge ouders? Een beetje. Jacqueline. Jacqueline, 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 Jacqueline. Zadel om te zien. Zien, nicotine. Jacqueline, nicotine, Jacqueline, nicotine. Aspirine. Je bent zo mooi om te zien. Oeh, Jacqueline. Je bent zo mooi om te zien. Oeh, Jacqueline. Nicotine, Jacqueline, nicotine, Jacqueline, Jacqueline. Nicotine, heroïne, aspirine, mescaline. Jacqueline. Er is meer in het leven, ja. En zo'n mens wil ik niet worden. Ja, dat word je op een gegeven moment, word je dat wel, ja. Saai, saai mensen. Hij is zo lastig. Ik kan niet meer. Hij moet weg. Hij moet echt weg. Wat is dat? Een tropisch vogeltje. Een kiwi. Ik wist dat toen ik 12 jaar was, dat ik zo'n mens ben. Vrevo. Free as a bird. Het lijkt wel van een tekenfilm. Ik heb nog nooit een tekenfilm gezien. Ik heb 9 jaar verkeringen gehad met Jacqueline. Ik was de dochter van een internist en ik mocht niet met haar omgaan. Maar ik was gewoon te min. Maar zo heb ik 12 jaar lang van dat meisje gehouden. En zij van mij. Toen hebben we hier midden op de brug afscheid genomen.
En zij zei, zien we elkaar nooit meer. En ik zei, nee, nooit meer. En toen maakte zij midden op de brug, voor mij, een pirouette. En dat is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Hoe zit dat precies eigenlijk tussen jullie? Nou? Oh. Johan, als je niets meer van me hoort, ik ben in het bos. Ergens in het bos. Yeah.
Ik doe het wel, ja. Ik doe het wel. Ik zet die eerste stap. Maar best een beetje huiverig. Het kan best zijn dat... dat ze dan toch niet willen toegeven. Eerst met mijn moeder, ja. Dat moet ik toch doen als ik het nummer... Als ik het nummer van mijn broer krijg. Ja. Doe het ook wel. Ik zet die eerste stap ook wel. Eerst met mijn moeder. En dan via mijn moeder. Dat moet ik toch doen. Als ik het nummer... Als ik het nummer van mijn broer krijg. En ik ben toch best een beetje bang. Wie doet de eerste stap? Mijn moeder heb ik dat nog gedaan. Dat zou mijn familie ook eens moeten zien. Wat dat betreft best wel bezig. Op een gegeven moment zien ze je toch als straatmuzikant muziek en plezier hebben. En dat ze je dan belachelijk gaan maken. Dat zullen ze toch nooit toegeven. Dat is de harde realiteit. Ja. Zie je dat ik nu hoog lig? Toen ik 12 was, tatoeëerde ik die vrije vogel.
Want ik heb altijd zwervers en daklozen. Overal. Overal. Die hebben mij geboeid. Het is gewoon een kiwi. Gewoon een... een kiwi. Mensen. Niet klagen. Blijven lachen. Er was een tijd, daar was ik weer zo eenzaam. Maar toen kwam jij voor de dag. Jouw blauwgroene ogen, die zal ik nooit vergeten. En ook niet jouw mooie lach. Blijf lachen, want ik zag het meteen. Jij was heel verlegen, ware liefde, die hou je niet tegen. Want ik zou aan je denken en liefde schenken. Want jij bent alles voor mij. En ik zou van je dromen steeds naar je komen. Jij bent alles voor mij. Jaren vergaan maar, echte liefde slijt niet. Dat is waar ik voor wil bestaan, zeker weten. Jouw blauwgroene ogen, die zal ik nooit vergeten. Ik zag het meteen. Jij was heel verlegen, ware liefde, die hou je niet tegen. Nee, ik zou aan je denken en liefde schenken. Want jij bent alles. Maak liefde zo.